Cafézaal Jan van Hoek aan de Markt in Asten komt in andere handen. Op zaterdag 1 december nemen de nieuwe eigenaren de zaak over van Peter en José van Hoek. Jan van Hoek is een begrip in de regio en bestaat al meer dan 50 jaar. José en Peter van Hoek, de kogel is door de kerk. Jullie houden ermee op. Peter. Ja, wij hebben de beslissing genomen om op te houden. We hebben het over kunnen doen aan twee mensen. Nou is het rond en dan gaat het over. Ja. José, daar liepen jullie al langer mee rond om te stoppen? Ja, we zijn wel ruim een jaar mee bezig geweest om met de gedachte van ja, wat zullen we ermee gaan doen. Totdat we vorig jaar inderdaad de knoop door hebben gehakt. Ja, dat was een moeilijk moment. Dat was een heel moeilijk moment, ja. Dat is wel de beslissing van, hoe, ja, van de rest van hun leven eigenlijk die gemaakt. Ja. Kun je even uitleggen waarom gestopt? Ja, ik heb zelf wel wat mankementen, zeg maar. En dan wordt het wel steeds zwaarder met werk. En zodoende hebben we de beslissing genomen om te verkopen. Ja. Hoe oud zijn jullie, als ik vragen mag? Ja, je hoeft niet te zeggen. Maar... Ik ben 50 geworden, ja. Ik word dit jaar 51. En hoe lang zit je in de horeca? Ik ben al werkzaam hier vanaf 92. Dus 26 jaar. Het is toch een heel lang horecaleven, dat besef je toch wel of niet? Want de meeste horeca mensen zijn al eerder gestopt. Ja, dat klopt ja. Ja, dat is inderdaad wel heel lang. Te lang? Te lang doorgegaan? Of, Nee, niet te lang doorgegaan. Nee. Ik denk dat we gewoon het juiste moment hebben gekozen om te zeggen van ja, nou is het gewoon tijd om andere dingen gaan te doen. Het moment dat ze riepen van die Jan van Hoek gaat dicht, daar hoor je dan heel snel daarnaast. Het leek wel of er een kerk instorten of een school moest stoppen. Ja, dat klopt, maar ik denk dat dat komt omdat het ook wel een begrip is in Asten. Ja. En dan is het moeilijker, Peer, om te stoppen? Ja, het is wel heel zwaar, ja. Ja. Want dit is jullie leven, hè? Dit is ons leven. Mario zei, je had een jaar na kunnen denken waar je daarna ging doen, of hadden we daar geen tijd voor gehad? Nee, we hebben niet een jaar nagedacht wat we hierna gingen doen. We hebben een jaar nagedacht om te beslissen van waar gaan we ermee doen. Ja. Totdat we die beslissing inderdaad genomen hebben en daarna, ja, dan gaat het balletje pas rollen. Ja. En die hebben jullie besloten voor een nieuwe eigenaar die eigenlijk zeg maar de trend van, of de Jan van Hoek gaat voortzetten? Ja, die gaan eigenlijk op dezelfde manier door. In de loop der tijd zal er zeker wel iets veranderen, maar ze willen wel het laagdrempelig houden en gewoon zoals Jan van Hoek is. Ja. Dus, aan wie gaat het overgedragen? Aan Ilse Aerts en Sander van Bokhoven. Ja. Die hebben niks met Asten? Sander die woont in Asten en Ilse die woont in Deurne. Ik ga ervan uit dat er personeel van jullie is. Nee, dat is geen personeel van ons. Nee, dat zijn ja, buitenstaanders voor ons. Ik kende ze ook nog niet toen ze kwamen voor de eerste keer. Maar we hebben er een heel goed vertrouwen in en we gunnen ze het al het beste. Het is wel belangrijk hè, dat je vertrouwen hebt in de mensen. Gaat het meteen een klik met die mensen toen je ze ontmoet? Ja, op zich wel ja. Dus, ja. Ze zijn ook heel gewoon. En ze hebben ook gezegd dat ze eigenlijk Jan van Hoek willen laten zoals dat is. Dus, Zelfs de naam José houden ze aan. Cafézaal Jan van Hoek. Ja, inderdaad. Ik denk dat het ook wel heel verstandig is. Ja? Jan van Hoek is toch een begrip in Asten, maar ook in de omstreken ervan. Ja. En ik denk dat het goed is dat ze dat gaan voortzetten. Maar het is een jong stel. Ik denk dat ze eigen ideeën hebben. Jullie laten wel toe dat ze iets gaan veranderen? Jawel, het is natuurlijk hun eigen ding dat ze dadelijk gaan draaien. En ze zullen hè, inderdaad, wat Peer al zegt, wel iets aan gaan passen in de kaart. De herkende balkaart en de dinerkaart. Maar de hardlopers van ons die blijven dan toch wel bestaan. Ja. En verder blijft het eigenlijk allemaal een beetje wel hetzelfde. En na verloop van tijd gaan ze wel een eigen draai eraan geven. Ja. Maar niet, geen verbouwingen en dergelijke. Dat blijft gewoon een dorpscafé zoals het altijd was. Ja. Maar de tijd verandert wel, dus ze zullen toch ook wel iets met de tijd mee moeten, hè, willen ze vooruit kunnen. Dus. Ik denk dat de meeste mensen tevreden zijn als het overdag gewoon hetzelfde blijft en s'avonds doen ze maar wat ze willen. Ja. Dat is al veel waard, ja. Maar jullie zelf, waar gaan jullie dan hier ook nog, net als de oude Jan van Hoek bij jullie rondliep, gaan jullie bij hun rondlopen? Nee, dat is verder nog niet bekend, hoe wij onze tijd hier nog eventueel in gaan vullen. Die gesprekken moeten allemaal nog volgen. In ieder geval, Peer, jij gaat wel minder werken. Ik ga zeker minder werken, ja. Dus. Je weet niet waar jou overkomt, of als je straks gewoon thuis komt en een 40-uurige of 20-uurige werkweek hebt. Nee, dat denk ik niet, dus dat is even wennen. Ja, want je weet niet wat het is, hè? Zoals een ander werk heeft.
Nee, we hebben altijd 70 tot 90 uur gewerkt. Dus ja, dan zal het dadelijk wel eventjes wennen zijn. Ja, dus. Ja. Kijk er naar uit, hè, José? Dat je hem nou iets meer thuis had? Nou ja, ik ben zelf denk ik meer niet thuis als een speer. Dus wat dat betreft, ik denk dat het voor mij ook wel wennen zal zijn als ik dadelijk meer thuis zal zijn. En ik ben eigenlijk ook nooit thuis. Ja. Dan de klanten, hoe reageren die op jullie nieuws? Ja, die zijn wel heel terughoudend. Ze zijn toch benieuwd ook wat er gaat gebeuren natuurlijk. Ja. Dus. Ja. Van, hoe stellen de mensen zijn eigen op? En, ja. Moeten mensen toch een kans geven weer, allemaal. En dan, ja. Goed, jullie hebben er vertrouwen in, dus dan zal de rest ook mee moeten. Ja, maar dat komt helemaal goed. Als ze een horeca hard hebben, dan komt dat goed. Maar het is niet zo dat je straks nog een nieuw café opent, hè? Je gaat wel lekker rustig aan. Nee, we gaan geen nieuw café openen, nee. Absoluut nee. Niet. Nee, zeker niet. Nee. Waar ga je zin aan het peren in de komende tijd? Dat weet ik nog niet. Nee, daar hebben we ons eigenlijk nog niet mee bezig gehouden. We zijn nu nog steeds bezig om het goed af te werken en de overdracht goed te laten verlopen. En wat erna komt, dat komt daarna en daar zijn we niet mee bezig. Wanneer gaat het vertrekken? Wanneer is het officieel? We hebben 27 november de laatste dag. En dan is iedereen... Groot feest? Nee, we hebben geen groot feest. We hebben gewoon... iedereen is welkom om een laatste koffie of een drankje te komen doen. En 1 december dan is het stokje overgedragen. Ik wens jullie een mooie tijd. Dankjewel. Komt goed. Jan van Hoek, Peer en José hebben besloten om te stoppen hier bij het café. En dan vragen de mensen zich af, wat kan Jan van Hoek dan doen? Ik denk niks, ik weet het niet. Dat zal toch problemen opgeven, denk ik. Want ik ben er zo gewend om te werken iedere morgen nog. En dan denk ik dat het toch een beetje problemen is. Ja, dat krijg ik toch een beetje wat zal vervelen, denk ik. Je kunt niet zomaar uit de lucht vallen. Hè? Je wist dat Peer en José een stoppen waren. Ik weet het sinds enkele maanden. Dus hebben het eerst een beetje stil allemaal nog gehouden. Maar ik weet sinds enkele maanden ook. En het is toch een beetje zwaar gevallen. Dus, Want dat had ik niet verwacht of niet gehoopt. Nee, ik had liever gehad dat Dirk, kleinzoon, dat hij het overgenomen had, maar ja, die heeft niet veel interesse, dus dan wordt het een beetje moeilijker. Dus. Ja. En als Peer, die kan echt moeilijk voor het vooruit, dus die is eigenlijk niet helemaal verknallen. Dus. Ja, dat was niet jouw verwachting, dat was niet jouw scenario? Helemaal niet, nee. Ik had liever altijd gewoon, doorgegaan. Dus, Komt hier elke dag? Ik ben hier een hier, ja. Van een uur of 6:30 tot een uur of 12:30, dan val ik een bootje en zeg ik bye. Nou ben ik 78, dan moeten we eens keer leven nog en denken van wat ik nou moet gaan doen. Ja. Dat zal wel een probleem zijn, denk ik. Ja. Ja? Ik denk dat ik me eigenlijk toch dikwijls zal bevelen, denk ik. Dus, dan kan ik een keer dikker op vakantie. Maar bent je ook gewoon welkom, of niet? Ja, veronderstel ik van wel. Ja. Ja, ik denk dat ik genoeg advies kan geven als Peer en José ook, denk als die pas aan de gang zijn. Ja. Want ze moeten toch niet snijden vergissen, hier is toch ontzettend veel werk. Dus, Mensen weten wel wat ze aan beginnen, hoop ik. Dat hoop ik van wel, ja. Maar ja, die zijn wel een horeca gewend, maar dit is toch een beetje anders verder als ze daar op de camping zaten. Dit is toch een beetje meer werk hier. Dus, Het mooie ervan is toch dat de goede naam, je café zal Jan van Hoek gewoon blijven staan. Dat vind ik ook wel fijn. Ja. En café Jan blijft gewoon zoals hij nou is? In eerste instantie, mensen willen dus gewoon op dezelfde voet doorgaan. Maar ja, daar kan weinig aan veranderen. Ik kan misschien links en rechts daar een keer een beetje andere ideeën hebben, dat weet ik niet. Dus, En dan er zijn misschien wel een aantal mogelijkheden. Dus, en ook met de menukaart en al die dingen meer een beetje verfrissen en een beetje vernieuwen. En andere dingen erop, dat is ook toch wel goed misschien ook. Voor de mensen en voor hun misschien ook wel. Ja. Ook een beetje een uitdaging ook, dus voor hen. Dus ook, Jou, Jan, zijn er cursussen voor mensen die met pensioen gaan? We hebben 78, nou gaan we pas echt met pensioen. Ja, dat is toch. De cursus gaan volgen, wat ik allemaal ga doen. Ja, dat weet ik ook niet. Ik heb gelukkig vriendinnen waar ik een beetje mee optrekt, die ook nog geen hele vakantie ging ook kennen. Dat vind ik wel fijn, dus we zullen er eigenlijk wel een beetje van maken. Maar ik denk toch, ik kan iedere dag op vakantie gaan. Ja. Ik denk toch, bepaalde dagen zeker smeren, als ik middags toch een beetje in de weg zit. Dus dat ik niet weet wat ik moet doen. Dus, Maar ik kan voorstellen dat mensen jou wel aanklampen en zeggen van Jan, wat gaat er gebeuren? Ja, natuurlijk wel. Maar ja, die kan ik zelf tegen zeggen als nou, wil ik niet weet, wat moet ik doen? Ja, ik ben ook niet de jongste, maar ik schelde geen 10 jaar om mijn leven, dat geloof ik niet. Maar dat weet ik niet, dus... Maar ik probeer natuurlijk toch mijn eigen een beetje te vermaken. En als hier heel hard nodig is en ze vragen iets en ze hebben advies nodig voor mij, waar ik misschien kan zeggen als Peer en José net zo goed. Dus die mensen zullen heus nog een beetje advies nodig hebben, dus, want ik heb toch veel meer kijken. En zeker bepaalde dagen, dus carnaval en zo die dingen, dan moeten ze die voorbereiding en al die dingen meer. Dat is toch ontzettend veel werk. Ze zijn wel 14 dagen bezig met de veuren, dus. En dat moet van de veuren ook allemaal goed zijn, want anders komen ze tijd tekort. Dus,
Je zult het in de gaten houden wat hier allemaal gebeurt. Probeer ik wel. Ja, als er nodig is, als je advies nodig hebt van de speler en UZ en van meen, dan ja, moest ze wel komen. Dus, Het is een mooie tijd. Want nu gaat er echt met pensioen. Dat doe ik. Dank je wel.